Buiten met verhalen over jarenlange mishandeling en vernedering. Naar aanleiding van die verhalen kwamen 104 meldingen binnen van grensoverschrijdend gedrag. Vandaag werd bekend dat de trainers weer aan de slag kunnen, zonder dat het onderzoek is afgerond of zelfs is gestart. Het is voor ons allemaal zaak om hen blijvend de erkenning te geven die zij verdienen. Niet te bagatelliseren of weg te kijken. De spagaat tussen aan de ene kant erkenning geven aan de slachtoffers en het besluit wat genomen is. Uitvoering geven aan het besluit om ook zorg te verlenen aan de huidige Olympische ploeg. Maakt dat ik in een spagaat zat en dat ik gekeken heb met nogmaals erkenning in mijn achterhoofd naar wat de oplossing zou kunnen zijn voor de huidige sporters. En daar is dit uitgekomen. Stasja Keuler, voormalig topturnster. Nou, u heeft, je hebt vanmiddag de persconferentie niet helemaal kunnen zien, maar wel meegekregen wat daar gebeurt. Ze werd niet uitgezonden. Dus een aantal weken geleden een aantal trainers op non-actief gesteld. Tot vreugde van veel mensen. En nu vandaag werd er gezegd, ze mogen weer door. Wat dacht je toen je het zag en hoorde? Ja, hoe geloofwaardig is de bond, hè? Het verbaast me niet. Ik heb natuurlijk al lange tijd te maken met de bond en ze komen nooit wat na. Dus het verbaast me niet. Maar aan de ene kant denk ik, 5 weken geleden komen ze met grote bombardie. Die trainers mogen de zaal niet meer in. Het traject wordt stopgezet. Ik denk nou eindelijk misschien een paar mensen bij de bond die wel inzicht hebben en niet wegkijken. Dus enigszins een beetje vertrouwen gekregen. En dan 5 weken later wordt dat weer, wordt het weer helemaal omgedraaid. Nee, maar dat zag er toen doortastend uit. Toen kreeg je een beetje hoop. Ja, ik had wel zoiets van, ja goed, er is nog zoveel, zijn zoveel verhalen nu naar buiten gekomen. Ze kunnen niet anders. Dus dat blijkt dus ook zo te zijn dat ze daarom eigenlijk deze statement 5 weken geleden hebben neergezet. En het blijkt dus eigenlijk gewoon een grote show te zijn. Want hoe kan het zijn, 5 weken later, de trainers mogen weer de zaal in. Ja. Niet in hun eigen zaal, maar op een centraal punt. Ja, waar toezicht dan bij zou zijn. Het wordt openbaar en er zou dan toezichthouders bij zijn, zodat er niks raars kan gebeuren. Ja, ik... Je hoort het. Ja. Je hebt jouw ervaringen met jouw coach Gerrit Beltman in een boek beschreven. Ja. Kun jij aan ons aan tafel kort uitleggen wat er is gebeurd, wat jou is overkomen? Het boek heb ik inderdaad 7 jaar geleden geschreven. En dat is niet mis, hè. Dat gaat inderdaad gewoon over mishandeling. Het gaat over kindermishandeling jarenlang. Slaan, spugen in het gezicht, dagelijks kleineren. Wij mochten zelfs niet meer naar school. Het ging alleen maar om trainen. Dus dat is niet mis. Het gaat niet alleen maar om Gerrit Beltman. Er zijn ook turnsters achter in het verhaal die over Frank Louter. Die nu dus nog steeds in de zaal staat in Nederland. Daar gaat het ook over. En die beschuldigingen zijn niet mis. En 7 jaar geleden heb ik het boek overhandigd aan de Turnbond samen met Simone Heidinga in ontvangst genomen. 7 jaar niks gehoord van de bond. Helemaal niks. Ik heb wel Tot op heden. Dat er nu inderdaad meer verhalen naar buiten zijn gekomen waar ik heel erg blij mee ben. 104, hè, geloof ik. 104. Ja, zeker. Want in het begin kreeg ik wel via Messenger allemaal berichten. Maar dan wilden ze zelf niet naar buiten komen. En nu heeft iedereen gelukkig wel de moed om dat te doen. Wat voor gevoel geeft jou dat? Ik ben er natuurlijk heel blij mee dat we dat niet zelf meer hoeven te dragen. Dat er zoveel steun is. Maar wel schrijnend natuurlijk dat er zoveel meiden zijn. Dat er zoveel leed is. Ja. En dan begrijp ik niet dat zo'n persconferentie, dat het 1 minuut over wat er is gebeurd. Neem ik dus zo'n verantwoordelijkheid helemaal niet, de KNGU. Het gaat nu over de toekomst gelijk. Maar er zijn trainers bij in het traject die nu nog steeds dus gewoon training geven. Een van die trainers is de vader van Sanne Wevers, ons Olympisch kampioen. Ja, die kan volgend jaar weer Olympisch kampioen worden misschien. Ja, die wil natuurlijk graag door. De turnsters zelf willen ook voor een deel door. Ja, dat begrijp ik. En ik zou ook, zoveel jaar geleden zou ik ook hebben gezegd, ik wil met mijn eigen trainer door, maar ik zit hier wel om mijn verhaal te vertellen. Deze verhalen komen later. Daar ben ik van overtuigd. Maar zit daar hier over 10 jaar met Sanne Wevers? Of daar ben ik van overtuigd. Ja? En het gaat nu ook voornamelijk ook over de jeugd. Hè? En die hebben nog steeds te maken met een hele zieke cultuur. En die is niet wezenlijk veranderd ten opzichte van jouw tijd? Nee, van de verhalen die ik heb gehoord zeker niet. Nee. En daar moet de bond nu gewoon verantwoordelijkheid voor nemen. Preventief. Dat melden ze ook op een website. We zijn preventief bezig. Nou. Jij ziet het nog niet. Nee. Het onderzoek gaat wel gewoon door. Heb je daar enig vertrouwen in of zeg je dat vertrouw ik nu ook niet?
Nou kijk, ik kan nergens lezen ook wat ze met de uitkomsten gaan doen. En dat is natuurlijk ook moeilijk te zeggen nu. Alleen, het is nog heel erg onduidelijk, ook voor heel veel turnsters, ook voor trainers. Wat houdt het onderzoek ook precies in? Daar zijn ze ook helemaal niet echt open over. Nee, maar goed, dat moet allemaal in de komende weken duidelijk worden dan. Ik hoop het, ja. Maar deze beslissing komt wel echt als een trap na voor heel veel oud-turnsters. Zo voelt het voor jou. Ja, zeker. Ja. Dank voor je reactie. We gaan zo praten met raccoon-muzikanten Bart van der Weijden en Dennis Huygen over inspiratie en